Hallo, wij zijn Els, Steve en Elise van AZ Groningen Kortrijk. Onze organisatie wil een kwaliteitsvolle zorg leveren waarbij elke patiënt centraal staat. En het is voor die zorg dat onze medewerkers zich elke dag inspannen. Om hen te ondersteunen in hun taak vervullen onze leidinggevenden een cruciale rol. We vonden het dan ook logisch om ook onze leidinggevenden te gaan ondersteunen. Om die reden zijn we een initiatief gestart met als ingrediënten intern talent, leiderschap en koffie. Leiderschap en koffie. Inderdaad, en het liefst van al verse koffie. Want laat ons eerlijk zijn, wat smaakt er beter dan een verse kopje koffie? En dat is nu net wat we van onze leidinggevende verwachten. Namelijk dat ze warm zijn, dat ze wakker maken en het liefst ook wakker houden. En vooral dat ze een positieve sfeer scheppen. Met andere woorden, door middel van Intervisie willen we een netwerk gaan creëren voor leidinggevenden, hun talenten benutten en gaan kijken naar het in zijn kracht zetten van de leidinggevende. Hebben wij u ook goedstemming kunnen krijgen? Stem dan op ons. Goeiedag, mijn naam is Christophe Tooyen en ik ga u meenemen naar de Everest. Niet naar de hoogste berg ter wereld, maar wel naar het project Everest, waarmee wij in Bospeens en Colora nu toch al zo'n 2 jaar aan de slag zijn. Everest is de zelfgekozen naam voor ons LMS, ons Learning Management System. Het systeem waarmee wij de kennis van onze medewerkers willen peilen en verhogen tot een vooraf bepaald niveau. Met als einddoel de klant, in ons geval is dat de schilder of u en uw particuliere mensen die bij Colora om advies gaan, om die mensen perfect en ook uniform te kunnen helpen. Inloggen op ons LMS, dat doe je met deze klimhaak en met deze kaartjes. Je komt op een online platform waar je volledige leertraject al klaar staat. Je kunt daar perfect zien op welk niveau je op dit moment zit. Je kunt zelf aanpassingen doen en je kunt zien welke opleidingen jou nog staan te wachten. En dan, heel belangrijk, kun je gedurende 3 tot 4 jaar jouw traject zelf plannen. Er is niemand die je verplicht bepaalde opleidingen in een bepaalde volgorde te volgen. Je beslist zelf wat, wanneer en hoe je leert. Het zijn helemaal niet allemaal e-learnings, wat je zou kunnen denken bij een online platform. Want daar zitten ook stages, verfworkshops en recent zelfs een eerste game ook al tussen. We zijn ooit begonnen met technische opleidingen in dat systeem, maar ondertussen zijn ook alle soft skills eraan toegevoegd. Zelfs taalopleidingen en avondopleiding zijn er op dit moment ook al in geïntegreerd. Er werken zo'n 400 mensen al in het systeem en ze hebben al de keuze tussen meer dan 100 opleidingen. Vind je het leuk? Vind je het interessant? Wil je met ons eens mee naar de Everest? Dan zou ik zeggen, geef ons jouw stem. Kom naar de L&D Awards en laat je overtuigen. Digitalisering raast als een sneltrein door de gebouwen van de FOT-economie. Wij zijn een federale overheidsorganisatie ten dienste van ondernemingen en consumenten. Om de digitale kloof te verkleinen binnen de FOT-economie beslisten wij, en dat zijn Lieselotte Brouwer en Natasha Verbrugge, om een opleidingsproject te organiseren voor al onze medewerkers die zowel thuis als op het werk zelden of nooit met een computer werken. Deze doelgroep heeft een enorme drempelvrees om aan computeropleidingen deel te nemen. Het is net alsof ze een hele berg over moeten. Daarom wilden wij hen helpen de berg te beklimmen door hen aangepaste en praktische opleidingen aan te bieden in kleine groepen. Daar leerden ze stap voor stap basishandelingen om met hun computer en de programma's van de FOT-economie te werken. En vooral, ze leerden er hun angsten overwinnen. Onze trainers zijn vrijwillige collega's van verschillende diensten van de FOT-economie, die specifieke richtlijnen kregen, zoals rustig lesgeven en heel veel herhalen. Hadden de medewerkers nog vragen, dan konden ze terecht bij hun buddy, een collega-coach die hen hielp de geleerde vaardigheden toe te passen. We zijn trots op de zichtbare resultaten. Medewerkers kregen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Velen zijn ook gemotiveerd om hun PC-kennis verder uit te breiden.
Wij hopen dat u massaal stemt voor onze Bits & Bytes. Hallo, ik ben Charlotte en dit is mijn collega Christina. Samen vertegenwoordigen wij Team Training bij BASF Antwerpen. Onze dienst staat garant voor levenslang leren bij BASF, zowel door ontwikkeling van concepten voor training on the job, als door het ter beschikking stellen van een brede waaier aan opleidingen. Met het project dat we hier willen voorstellen, hebben we dit levenslang leren traject nog willen uitbreiden naar voren in de tijd. Als nieuwe medewerker heb je net je contract getekend en begint dan meteen met een opleiding. Concreet ontvang je als nieuwe medewerker nog voor je eerste werkdag twee internetlinks van ons. De eerste link is naar de virtuele map van de BASF CITAM. Deze eenvoudig te gebruiken tool helpt je de eerste dagen je weg te vinden op de enorme CITAM. Je kan er tevens informatie als ook leuke weetjes over de afdeling waarin je terechtkomt terugvinden. De tweede link is naar een YouTube-filmpje waarin je te zien krijgt hoe die eerste dag zal verlopen. Enerzijds wordt er gefocust op de procedures en de belangrijkste informatie voor die eerste dag, maar anderzijds wordt ook onze bedrijfscultuur getoond. En zo zal je als nieuwe medewerker te weten komen wat je te wachten staat en dat je van harte welkom bent op je nieuw bedrijf. Benieuwd naar hoe dit filmpje eruit ziet? Zoek het gerust even op via YouTube met zoekterm Eerste Werkdag BASF. En stem op ons! Hey, ik ben Steffi. En mijn naam is Gosse. Ervaart u het ook wel eens dat het lastig kan zijn om leidinggevenden actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun medewerkers? Of droomt u er wel eens van dat uw medewerkers proactief zelf hun carrière in handen nemen? Wel, bij KPMG lagen we hier een tijd geleden ook van wakker. En dit hebben we opgelost door middel van drie zaken. 1. We maakten promotiecriteria transparant en beschikbaar voor iedereen die promotie wil maken. 2. We faciliteren dat onze medewerkers regelmatig reflecteren. En 3. De medewerkers krijgen de kans om hun toegevoegde waarde voor een nieuwe rol toe te lichten aan de directie. Inderdaad, en dat brengt heel wat voordelen met zich mee. Medewerkers geven aan dat ze beter voorbereid zijn op hun nieuwe rol. Dat ze ook meer impact ervaren bij hun promotie. En in het geval van een niet-promotie is de acceptatie en ook het rechtvaardigheidsgevoel groter. Wat de retentie ten goede komt. En dat dit alles intern georganiseerd kan worden, is mooi meegenomen. Het interessante bovendien aan het hele verhaal is dat het eenvoudig over te nemen is voor andere organisaties. Dus wil je dit graag toepassen bij jouw medewerkers, gebruik dan jouw stem en we richten dit heel graag nog verder toe. Alvast bedankt. Hallo, ik ben Marianne. En ik ben Matthias. De filosofie van Trifinis is zeer sterk geënt op kennisdeling en groei van onze mensen. Living Me Inc. is dan ook ontstaan om enerzijds de groei bij onze mensen te meten en tastbaar te maken en anderzijds hen de mogelijkheid te geven hun kennis te delen met de peers in het bedrijf. Living Me Inc. is een platform waar de werknemer zelf gaat zijn talent ontdekken en verbreden. Dit doet hij enerzijds door zijn zelfkennis te verhogen en anderzijds gaan we hen faciliteren in de zoektocht naar hun volgende professionele bestemming. Tot slot zal er een wederzijds commitment zijn tussen Trifinance en onze werknemer. Wat maakt de Trifinance aanpak zo anders? Het feit dat we niet enkel competenties zullen meten, maar ook rekening zullen houden met hun persoonlijke context, hun individuele voorkeuren en hun ambities. Deze drie onderdelen, what I can, what I like en what I want, geven de werknemer de ideale handvaten om hun professionele bestemming in een persoonlijk actieplan te gieten. De realisatie van dit actieplan gebeurt aan de hand van het 70-20-teammodel, namelijk learn by doing op projecten, intensieve mentoring en feedback door collega's en formele leermomenten begeleid door onze interne experts. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze holistische aanpak de beste manier is voor onze werknemers om te groeien. Dus stem op ons! Hoi, ik ben Ilse, verpleegkundige, gegradueerd verpleegkundige bij Zorgbedrijf en ik ben echt benieuwd wat mijn competenties zijn. Dag Ilse, ik ben Marian, ploegleider hygiëne onderhoud en ik wil met competenties en met mijn team aan de slag gaan om hen beter te kunnen coachen. Maar het gaat niet gemakkelijk zijn om het uit te leggen. Nee, maar ik heb gehoord dat ze een spel hebben, dus laten we het gewoon spelen. Oké. Als ik het goed begrijp, is het de bedoeling om zo snel mogelijk ons profiel te vullen. Ja. En ik zie hier teamwerk bevorderen. En dat moet ik hebben om met mijn team aan de slag te gaan. Oké. Ik kan geen één niet meer afleggen, dus ik mag een actiekaart nemen. Ja. Verwissel al je competentiekaarten met die van een andere speler. Oh, joepie, dan krijg ik die van jou. Alsjeblieft. Voilà, en communicatie hoort inderdaad bij mijn competentieprofiel. Hallo, ik ben Anne, manager loopbaanbeleid en ontwikkeling bij het Zorgbedrijf. Met onze dienst zijn wij op zoek gegaan hoe we competenties
konden vertalen naar de werkvloer, maar ook aan de hand van een bruikbare tool, zodanig dat iedereen ermee aan de slag kan. En we zijn uitgekomen bij een zelfontwikkeld gezelschapsspel, dat eigenlijk de basis vormt voor alles wat wij communiceren naar de werkvloer rond competenties. Dus stem op ons. Met de socialistische mutualiteiten, of je kent ons misschien beter als Bondmazon of de voorzorg, werkten we een traject uit om onze leidinggevende te versterken. Niets nieuws onder de zon, denk je? Of toch? Met dit project wel. We werkten namelijk voor iedereen een individueel traject uit. Door eerst in gesprek te gaan en feedback te vragen aan de deelnemers, hun verantwoordelijken en hun medewerkers, hadden we een goed zicht op de ontwikkelingsbehoeften van iedereen. Iedereen kreeg dan coaching, aangepaste praktijkopdrachten en tijdens intervisies werden ervaringen gedeeld. We organiseerden ook een 15-tal verschillende workshops waarvan iedere leidinggevende er 5 of 6 volgde. Door de initiatieven kort te houden en te spreiden over een kleine 2 jaar, was er tijd om alles toe te passen zonder dat dit de werkdruk verhoogde. Door achteraf te meten weten we dat we in ons opzet geslaagd zijn. Onze leidinggevende groeide en de methode werd goed bevonden. We kozen ervoor om ook zelf heel actieve trajecten te begeleiden, maar in samenwerking met een externe partner. Zo hadden we een ideale mix tussen enerzijds externe expertise en anderzijds een grote betrokkenheid en contact met onze verantwoordelijken door zelf te begeleiden en te coachen. Voor onze leden kiezen we voor individuele begeleiding, persoonlijke aandacht en praktische tools en ook voor onze leidinggevenden was dit in dit traject dus belangrijk. Geloof je hier ook in? Daarom stem op ons.